Een nieuw seizoen staat voor de deur. De spelers werken zich ook vandaag weer in het zweet op de training. Maar tussendoor is het, zoals altijd, ook weer tijd voor de selectie om de nieuwe Replay kledinglijn te passen. En ik mag een kijkje nemen. It looks good, right? With the flip-flops? Not with the flip-flops, but it's nice. Het zit wel een beetje strak bij de bovenarmen bij jou, hè? Ja, iets veel gym. Klopt, maar omdat ik geblesseerd ben, moet je meer in de gym, hè? Ja. Ik vond het jasje wel mooi. Ja. Mooi jasje. Voor de future staat erop. Wel dik. Wel mooi gemaakt. Het zag er mooi uit. Ja, prima. Prima jasje. Dus altijd jasje aan. 30 graden, gewoon jasje. Nou ja, 30 graden zal de komende tijd hier niet zijn, geloof ik. Nee, ik ben Frankrijk nog gewend. Ja. Zet je voetje, hè? Thanks. Yeah, Mo is the most beautiful player we have in the dressing room. Wow. Mo Kudus, did you hear that? No. You're the most beautiful player. Okay. Yeah. You make him shy. Ik hoorde dat jij een speciale broek nodig had voor de kuiten. Ik? Ja, ik denk wel dat ik een grotere maat nodig heb, man. Dat zeg ik wel eerlijk. Ja. Ja. Het wordt een XXL'tje voor die kuiten van jou. Ja, dat weet ik niet, maar we moeten even kijken. Okay. Je bent ook echt topfit volgens mij, hè? Ja, zo voel ik me ook. Ik heb wel hard doorgetraind. Ja, ik denk ook wat afgevallen. En gewoon uithoudingsvermogen en zo. Ja. Jij hebt in de sportschool gezeten afgelopen zomer, dus dat worden allemaal nieuwe maten voor jou. Ja, wel een beetje. Ja, ik had veel tijd. Natuurlijk, door mijn blessure. Ja. Dus ik heb wel veel tijd daar doorgebracht. Ja. Ja, je kan het ook wel zien. Ja. Ik sta expres op hier, hè. Hoe vind je dat eruit zien? Ja, wit shirtje altijd. Is altijd goed. Broek ook prima. Alles prima. Alles prima. Alles prima. I like the style. Ja? The style. Ja. Kleren maken, dan zeggen ze altijd, toch? Voor jou eerste keer dat je alles een beetje moet gaan passen? Ja, eerste keer, ja. Hoe vind je het? Ja, bijzonder. Ja, het is even wennen. Wat groot, maar ik denk dat dit weet je, die nieuwe stijl is, toch? Beetje baggy. Style is in yourself. How you feel, how you see it. So just wear whatever you feel comfortable with, you know. Yeah. Wie denk je nou dat dit het beste zou staan van de selectie? Hij staat niet meer recht voor me. Dat zijn mooie complimenten, hoor. Ja, zeker weten. Ja? Hij ook, hoor. Ik vind hem er ook altijd heel goed uitzien. Ja, wie vind je nog meer altijd goed gekleed? Bergwijn, vaak. Taylor. Robbie kan er ook goed uitzien. Dus, maar hij en Bergwijn staan wel bovenaan. Yeah, I still live in a hotel, so I haven't unpacked my things. I can't show what I have in my wardrobe, but you still live in the hotel now? Yeah, I'm searching for apartments still. But I am one of them, for sure. What's your style? Depends. Yeah. Ja, ik vind het liefst het lekkerst als het een beetje comfortabel is. Mm-hmm. En voor de rest, dus ik heb voornamelijk joggingspakken aangedaan. Nou, ik houd altijd simpel, broek en een witte shirtje. Vooral dit jasje vind ik echt mooi. Ja. Ja. Doe je zelf mooie dingen? Als niet veel mensen het dragen, vind ik altijd leuk. En als het gewoon comfortabel is. Een beetje netjes, wel gewoon stabiel. Niet te gangsterachtig. Ja. De rest van de kleedkamer is een beetje gangsterachtig. Kijk, Vos, een beetje gangsterachtig. Zie je? Voor de rest gewoon rustig. Ja, gewoon doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja, gewoon een zwart broekje, shirtje, ben je gewoon mannetje. En jackie. Ja, soms nog een jackie erbij. Ja, nu moet je hem altijd aan. Oké, en dat jackie. Ja, wie is nou de beste geklede speler? Ik denk toch wel ik, hoor. Ja, jij bent al met mode bezig altijd, hè? Nee, niet eens bezig, maar... Ja, ik hou gewoon van mooie kleren, maar niet dat ik er echt speciaal mee bezig ben. Wie van de selectie denk je nou, dit staat hem het beste? Ik denk toch wel Berghuis. Ja? Ja. Dat gaan we zo wel eens even aan hem voorleggen dan. Ja, ik denk toch wel Berghuis. Wie het minste? Owen. Nou, dat gaan we ook even aan hem voorleggen dan. Zei hij dat, ja? Ja. Dan staat Bergwijn zeker niet meer bovenaan. die moet eruit nu. Ja, die moet eruit. Fijn, gewoon nummer 1. Ja. Kenneth nummer 2, Brobby nummer 3. Bergwijn. Ja. Keihard, gewoon onderaan nu ook. Ja, zeker weten. En who's the worst best player? Nah, I don't know that. die hebben we niet. Of durf je niet te zeggen nu? Nee, die hebben we niet. Ja, we zien allemaal goed uit. I don't know, a few players. Quite good. I like the style of Edson. I like the style of also... Steven Berghuis. Berghuis, denk ik. De meesten zeiden best geklede man van de selectie, Steven Berghuis. Ja. Het was een beetje de Stevens, want het was ook nog Bergwijn, maar uiteindelijk volgens mij kwam jij het meeste terug. Het is wel een hele andere stijl, ik en Bergwijn. Ja. Maar
Ik vind wel leuk kleding. Ja. Niet zo erg, maar wel. Ik vind het wel leuk. Ja, het is toch mooi om te horen dat mensen dat dan leuk vinden, toch? Ja, zeker, zeker. Eerste prijs is binnen. Ja, maar je bent dus niet heel erg bezig met kleding? Een beetje in fases ook. Soms koop ik heel lang niks. Fases? Nee. Ja, echt. Je bent geen schilder. Kom op, maar. Dat is een rode fase. Dat heb ik. Dat heb ik echt. Je bent geen schilder. Soms ga ik de hele tijd niet naar de winkel. En soms krijg ik weer een ingeving. En dan ga ik 3 keer in de week naar de winkel even kijken. En welke fase denk je dat Davy in zit dan? Welke fase? Ja, welke kledingfase? Nee, Davy is ook wel... We shoppen ook wel bij dezelfde winkel soms, hè? Dus ja, is ook goed gekleed. Oppassen dat we niet met dezelfde dingen komen op dezelfde dag. Dan wordt het gênant. Dus, ja, een beetje contact houden. Klaar om lekker te gaan shinen op het veld. 100%. Lekker, succes. Dank je.